uit het raam. Een beetje door, een beetje tempo, hè. Te groot, buitengeluiden! Even een kleine test, voor even een bekertje naar buiten. Ja, ja. Top. Dit zij is moment... gewend om met grote hoogtes om te gaan. Dus dit is ja. Een koud kunstje voor haar. Renate Verbaan mag iets uit het raam gooien. Het mag heel erg kapot. Het mag, maar echt in 100 miljoen miljard stukjes. En Chibbe Chipsma, wat gaat er vandaag uit het raam? Vandaag uit het raam. Daar is hij weer. Dat is een keer zelf. Prettig. Vandaag uit het raam. Chibbe. Oh. Wat is dat nou weer? Wat is dit nou weer, joh? Oh, maar dit is een. Een soort scanner. Oh, het is een printer, fax scanner. Een printer, fax scanner. Mooi. En er zit al tape omheen. Dus die is al een tijdje kapot. Het is me een unit. Nou, geloof me, dit gaat klappen. Dit wordt vegen straks. Ik zweer, de shit is aan. En dan moet je nog even letten. De shit is aan, zegt hij. Nou, oké. Even bellen met de beveiliging. Tegen mij? Ja, nee, ik zou niet durven. Gaan we bellen met de beveiliging? Ja, even de beveiliging bellen. Ik zou zo. Jean-Paul is weg, hè? Die heeft vakantie. Ja, Jean-Paul is er niet. Er zit een vrouw achter de balie. Telefoonnummer dus, stond ver weg. Er staat een foto van Renate overheen. Ja, sorry. En perceptie met Monique. Monique! Boeien van Monique. Ja? We gaan iets uit het raam gooien. Nou ja, wij. Renate gaat iets uit het raam gooien. Het is een unit dit keer. We hebben een printer, scanner, is flink, fax, hoor. Alles in één. Dus het scannen mee door. Oké, nou, ik ga naar buiten. Ja, laat even door middel van een weten dat je er bent. Is goed. Ja, oké. Okay. Joe. Voor alle duidelijkheid is het niet de bedoeling dat je de beveiliger raakt. Oh. Alhoewel dat misschien wel een leuk element zou kunnen zijn. Dat is op zich wel lollig. Maar zij staat er om te voorkomen dat iemand naar buiten loopt als jij dat ding naar beneden flikkert. Hey, Renate is de laatste gast van Extra Weekend die het vanaf deze etage naar beneden gooit. Volgende week toch nog? Volgende week toch nog? Ja, Jordi Benal. Gaat... Komt volgende week Jordi Benal? Echt, ja, Jordi ik heb echt een ding leuke afsluiting. Laatste afsluiting. Een leuke afsluiting, joh. Ik moet maar even chippen. Turbo. Ik, dit is mijn laatste avond volgende week vrijdag. Ik zou thuis kunnen zijn. Voor je instort. Bij mijn gezin. Ja, als het jou was, dan nog eens een lief naar Renate kijken. Wat ze en volgende jij, week doet. God non you, regelt op de laatste avond Jordi Benal. Dat is leuk. Je moet echt komen de laatste. Je moet de laatste avond echt komen. Maar wat moeten we die vragen? Nou, die doet een nieuw programma op RTL. Oh, nou dan Gabi Blazer. Maar okay. Ik vind het leuk, zo'n running gag. Is Gabi Blazer? We hebben niks te vragen aan die jongen, joh. Ja, ik wel. Nee, maar serieus, hij doet echt niks meer. Die gast die zit in een New Kids Turbo film. Ja, dan wordt hij aan Vlaarder gereden door een stamwal. Daar hebben we het ook al over gehad. Heb je ondertussen de beveiliging al gehoord? Monique! Hoge zee! Ja, we gaan gaan. Ja, of we willen opschieten. Ja. Nou, Renate, dit is het moment. Dit is jouw cue. Dit is jouw moment. Okay. Dit is jouw moment. We gaan. Dit enorme gebied. Behoorlijk. Ik denk het wel. Echt te zwaar. Je mag op het raam gaan zitten. Ik geef het je aan. Op het raam gaan Je krijgt teugels erbij. Renate Verbaan hangt in touwen in de 3FM-studio. Winston snurkt. Ja, dat gebeurt echt heel vaak. En de studio wordt toch gesloopt hier binnenkort? Dat heb je trouwens ontzettend hoge laarzen, dat zie ik nu pas. Dat is voor jou gedaan, hier. Ja, leuk. Wat stramine laarzen. Daar komt hij, dames en heren. We hebben gewoon Renate Verbaan op ons raam zitten, Gerard. Hoe vind je dat? Ja. Oké. Ik vind het een leuk gezicht, hoor. Monique. Daar komt hij, hè? Wat een unit. Hey. En geef kracht, Renate. Okay. Alsof je ruzie hebt met iemand. Maar ik had toch beter nu gestaan en duwen? Ja, wat jij wil, Pop. Hou er even vast, Chip. Volgens mij is het... Nee, sorry, jongens, maar ik ga echt... Oké, zijn jullie klaar voor? Ja, daar komt hij, hè? Uit het raam. 1, 2. Oh! 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 Dat was er een beetje. Ging die echt? Ja, hij ging langs de miek. Het is alleen heel donker buiten. Maar er is niet bijgelicht. Er is niet bijgelicht. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik vond het mooi. Hoe voelt het nou? Op het kruis, hè? Dat meen je niet. En die printer ook. Dat heb je ook al eens raar gezegd, inderdaad. Ik vond je al zo raar zitten op het raam, hè? Goed, nou, hey jongens, maar hartstikke gezellig. Nee, wat sushi. Ik vond het een mooie editie, hoor. Ik vond het een hele mooie editie. Redelijk naar de kloten. Ik ben een kapot band, hoor.